hoe groot en hoe waardig is zijn naam. Terwijl de spullen klaar worden gezet, pak alvast even de microfoon. Ik doe het vandaag niet alleen. Ik vond het te spannend. Dus ik heb mijn steun en toeverlaat meegenomen. Mijn zoon Levi. En Levi gaat mij assisteren tijdens de preek. Dus geef hem een groot applaus. Dat is zijn eerste preek. En we gaan de dienst beginnen met een Bijbeltekst. En Levi gaat die met ons voorlezen. Hij leest uit de Bijbel in gewone taal. En het is Efeze. Ja. Ja. Wat ga je lezen? Hij staat uit. Hij staat aan. Ja, Efeziërs 6. De regels voor het gezin. Vers 1 tot met 4. Kinderen, jullie geloven in de Heer. En de Heer wil dat jullie je ouders gehoorzamen. Dat is zoals het hoort. Want één van de regels van God is: heb respect voor je vader en je moeder. Het is de eerste regel waarin God ook iets aan de mensen belooft. Precies. Dan zal het goed met je gaan en zul je dan lang leven op aarde. Nou, woe! Oh, wacht, er staat nog meer, hè? Ja. Oh, ja. Vaders, onder andere mijn vader dus. Wees niet hard voor je kinderen, maar waarschuw ze voor verkeerde dingen en leer ze de christelijke regels. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Ja. Dankjewel. Je mag even gaan zitten. Geef maar. Zometeen komt hij weer terug. Maar wat een mooie tekst, hè? Ik zeg het eerste deel, en dan kun je gelijk al een punt zetten aan me. En dan kunnen we door. Maar ja, er staat nog een stukje achter. En daar ga ik het vandaag over hebben. De jeugd van tegenwoordig. En dat is ook de titel van mijn preek. En de jeugd van tegenwoordig is een zin die ik zelf ook wel eens te pas en te onpas gebruik. Maar het is eigenlijk geen complete zin. Het zijn vier woorden, de jeugd van tegenwoordig. Er zit geen werkwoord in. Er zit verder niks in, maar het is een soort van statement. Maar het is de toon waarmee je het zegt, die in één keer heel veel gaat bepalen. Ja, als ik een grote mond krijg van mijn kinderen, dat is de jeugd van tegenwoordig. Of als ik ze voorbij zie lopen met gaten in de spijkerbroeken aan alle kanten. Dat is de jeugd van tegenwoordig. En je voelt hem al, hè? Dat wij ouderen daar kijken daarnaar en denken van echt, de jeugd van tegenwoordig. Maar toch, de jeugd van tegenwoordig is ook iets waar ik ontzettend trots op ben. Ik ben vader van 3 prachtige kids. Sanne van 15, Levi van 12 en Tim van 8. En Sanne is bij veruit onze eerste puber. En als ouder van een puber, ja, ik moet dit toch even zeggen, Sanne, sorry. Het is een hele nieuwe dimensie, kan ik zeggen. En Sanne, die heeft nu al een paar jaar ervaring als puber. En ik kan zeggen, ze verstaat haar vak uitstekend. En Levi, die is net begonnen. En die heeft een groot voorbeeld van zijn zus. En Sanne leert hem alle kneepjes van het vak. En wij als ouders, wij zijn dan een beetje het leidend voorwerp in het geheel. En wij hebben het dan een beetje daarmee te dealen. Oh. En Tim, die is 8, is officieel nog geen puber. Maar af en toe, hij kijkt heel veel af van zijn broer en zus. En probeert ook de nodige dingen uit. Van puppyogen tot dan, ik loop weg. Als in, ik ga nooit meer wat eten. Of moet ik dat nou echt? Tja. Ik denk de ouders van ons hier, die herkennen dat wel. Nou, ik ben groot fan van Instagram. En met name, er is één account op Instagram waar ik met veel plezier altijd naar kijk. En het heet, het is hier geen hotel. Zijn er mensen in de zaal die het kennen? Ik zie al een paar handen omhoog gaan. Nou, ik heb even zitten graven gisteren. En ik heb een paar quotes meegenomen. Allereerst deze. Leven met pubers is een altijd volle wasmand en een altijd lege ijskast. En er bestaat geen tussenweg. Het is niet half-half. Het is of helemaal leeg of helemaal vol. Allebei. De volgende. Mijn puber heeft net zijn of haar kamer opgeruimd. En staat in de deuropening en staat echt te wachten op een applaus. En wij staan er even. Ja, dat is elke zaterdag. Moet je dat doen? Ah nee. Het is gebeurd. Oké, dan geven we even een applausje. Ja. En sinds ik pubers heb, ben ik heel goed in niksen. Ze zijn mijn grootste voorbeeld. En dat is dan eentje voor ons. Hè. Dat is even lekker even chillen. En deze, dit vind ik echt een hele mooie. Want mijn puber zei, ik doe het zo. Dat is 23 dagen, 4 uur en 16 minuten geleden. En ik kan u zeggen, de klok tikt nog steeds door. Dus dit is alweer achterhaald. Maar we mopperen wel veel op ze.
Maar tegelijkertijd heeft het leven met pubers ook wel één groot voorbeeld. Het is nooit saai. Het is altijd wel leuk en spannend. Dankjewel, Remco. Dus pubers, geweldig hè? En ik kan me voorstellen dat de pubers nu in de zaal zoiets hebben van... Oh, waar is die mee begonnen? Wat doe je me aan? Ik ga door de grond. Hè, Sanne? Maar de grootste grap van dit allemaal... is als je die quotes 25 jaar geleden zou posten... dan waren ze net zo waar. Want als ik naar mijn eigen pubertijd kijk en naar mijn eigen ouders... dan denk ik, wat heb ik die mensen aangedaan? Want dan zijn mijn kinderen nog lievertjes. Maar de tijd is een interessant iets... En sommige dingen doorstaan gewoon de tand destijds. En dat brengt mij op een effect wat ik voorbij hoorde komen in een podcast. Dat heet het Lindy-effect. En dat wil ik met jullie even delen. Het Lindy-effect is een effect, voor degenen die het nog niet kennen... en ik denk dat er best wel veel zijn... is dat zolang iets bestaat, hoe langer iets bestaat... hoe groter de kans is dat men over een lange tijd nog steeds het zal kennen... En hoe korter iets bestaat, hoe groter de kans is dat het na verloop van tijd ook weer verdwenen is. Nou, om dat te demonstreren heb ik Levi hier nodig met het eerste object. Niet roepen wat het is, dat is nog een verrassing. Maar aan iedereen in de zaal de vraag, is er iemand in de zaal die niet weet wat dit is? En wees eerlijk, er is geen goed of fout. Hou maar even omhoog, dat mensen het goed kunnen zien ook achterin. Is er iemand die niet weet wat dit is? Niemand. Oh, dat is vervelend. Oké, breng het tweede object maar even. Zet die maar even weer terug. We willen natuurlijk niemand verwonden. Sorry Sanne, ik loop een beetje heen en weer. Ik heb gezegd, ik moet wat meer bewegen tijdens mijn preek. Want ik moet ook wat kilootjes kwijt. Oké, laat het maar zien naar het publiek. Laat me even in het doosje. Is er iemand in het publiek die niet weet wat dit is? Kom op, die moeten ertussen zitten. Ryan, weet jij wat het is? Heeft pap... Nee, Ryan weet het niet, hè? Amy, weet jij wat het is? Nee. Nou, ik vroeg het gisteren aan mijn kinderen. Alle drie zeiden ze... geen idee. Geen idee. Mensen, dit was 30 jaar geleden. 30 jaar geleden, in mijn tijd, was dit echt... Wow, als je dat had. Ja. En er hoort nog iets bij, namelijk. Een potlood. Ja. Een potlood. Want hoe kon je leven op zijn kop staan als dat ding het niet meer deed? En dan haalde hij hem uit het apparaat en er zat zo'n hele bos met slier. Ik kwam eruit. Ja, en dan was de potlood, dat was je redding. Want daar kon je het mee herstellen. Dankjewel. Leg maar weer terug. Het Lindy-effect. De schep die we als eerste lieten zien. Of spa, schep in de volksmond. Spa, schop, buts, puts. Spa... Oké, okay, spa blauw. Nee, dit is een spa roest. Maar een spa, helemaal prima. 1100 jaar voor Christus is al een spa gevonden in het oude China. Dus dat ding dat bestaat al ruim 3000 jaar. Nou, de kans volgens het Lindy-effect is dus dat over 1000 jaar van nu... mensen nog steeds weten wat een spa of een schop of hoe je dat ding ook wil noemen is. Maar een cassettebandje... is 50 jaar geleden, iets minder 50 jaar geleden, ontstaan, de allereerste. En het was toen helemaal hip en hot. Want ik had een hele Turn Up The Bass, volume 1 tot en met 26. En dat ging je kopiëren met vrienden en het was echt... En nu, de jeugd weet al niet meer wat het is. En zelf moest ik ook al kijken, dan denk ik van ja, ik kan hem nog eens meer afspelen. Het Lindy-effect. Hoe langer iets bestaat, hoe langer het ook de tand der tijd zal doorstaan. En er is ook met een boek het geval, de Bijbel. Want de Bijbel is al duizenden jaren oud. En ik heb het even nagezocht. De Bijbel is met veruit 3,9 miljard stuks verkocht. Staat hij op nummer 1. Dus geregistreerde verkopen van de Bijbel, 3,9 miljard. De nummer 2 op de lijst van de wereldranglijst van het meest verkocht en gelezen boek... zijn de quotes van Mao Zedong. En ik moet even spieken, want dat was maar 830 miljoen. Dus de nummer 2 op de lijst van meest gelezen boeken staat minder dan een kwart van het totaal van de Bijbel. Nou, de Bijbel, over een paar duizend jaar volgens het Lindy-effect, zal dus waarschijnlijk nog steeds het meest gelezen boek ter wereld zijn. Dus wat er in de Bijbel staat en wat Levi gelezen heeft net, dat is dus echt wel belangrijk en het zal blijven bestaan. Nou, wat heeft het nu met ons te maken? Nou, toen ik tiener was en naar mijn
ouders keek, wist ik één ding zeker. Ik ga het anders doen. Ik zal een klein beetje vertellen over mijn jeugd bij ons in het gezin. We waren een traditioneel gezin. Mijn ouders gingen niet naar de kerk. Dus ik was daar ook niet mee opgegroeid. En 's ochtends vroeg stond mijn moeder als eerste op. En die ging boterhammetjes smeren voor de kinderen, voor paps. En dan kwamen wij uit ons bed en dan was de tafel gedekt. Gingen we zitten, gingen we eten. Ik ging naar school, mijn vader ging naar zijn werk. En ik kwam thuis, 's middags. En dan stond er wat drinken klaar en een koekje. En mijn moeder die zat alweer te wachten op ons. Hoe was je dag? Nou, hartstikke gezellig, lekker kneuterig. Maar om 4:15 kwam mijn vader thuis. En dat was een bijzonder moment. Want als mijn vader thuis kwam, dan moest alles uit. En mijn vader ging op de bank liggen, een biertje erbij, tv aan, sportzender of nieuws. En het moest stil zijn. Want mijn vader, ja, die had hard gewerkt en die had rust nodig. Nou, ik heb heel veel liefde en respect voor mijn ouders. Maar toen de tijd vond ik dat mega irritant. Want er was er iets leuks op tv en we konden niet kijken. En toen, ja, wij hadden geen tv op onze kamer. We hadden ook geen telefoons met tv waar je dingen op kon zien. Nee, we hadden één scherm in huis en daar moesten we het mee doen. En we gingen eten. Eten was klaar. Mijn vader ging weer op de bank liggen. Nog een biertje erbij, tv'tje aan. En hij viel in slaap. Nou, en dat was voor mij en mijn broertje het moment. Want dan was een soort van Mission Impossible. Sneaken, heel voorzichtig, naar mijn vader toe. En dan soms had hij dat ding nog in zijn handen. En dan probeerden we het er langzaam uit te frikken. En dat lukte dan. En dan liepen we heel langzaam naar de tv. En dan... Wat ben jij aan het doen? Gelijk. Hij liep te snurken. Dat ik denk, die is met geen mogelijkheid meer wakker te krijgen. Maar ik switchte van de zender. En hij werd wakker. En hij werd boos. En dat, maar dat was, het was zijn tijd. En zijn... En ik dacht mezelf, ik ga het anders doen. Als ik later vader word en kinderen heb, ik ga het anders doen. Er waren veel dingen. Mijn vader is niet een man van heel veel emoties. Hij heeft wel heel veel emoties, maar het was niet gebruikelijk om daarover te praten. En daar heb ik ook altijd mijn moeite mee gehad. Maar ik dacht bij mezelf, ik ga het anders doen. En toen werd Ellen zwanger van Sanne. En toen des te meer. Ik keek terug naar mijn opvoeding en ik zag alle fouten. Alle dingen waarvan ik dacht van, zo wil ik het niet doen. Ik ga het anders doen. En afgelopen week was het heel erg stressvol bij ons in huis. Ellen en ik, we hebben allebei een eigen onderneming. Erg druk, veel klanten, dingen die mislopen, bijschakelen. Ook in de avonturen, dingen door. Kinderen die naar school gaan, die huiswerk hebben, problemen hebben op school. Ook aandacht vragen. Tegelijkertijd, we zijn bezig met een huis. Dus we zijn ook aan het nadenken over waar willen we naartoe. Bezichtigen, biedingen uitbrengen. En druk, stress. En tot overmaat van ramp gaat ook nog een tante dood in de familie. En er wordt ook een appel gedaan op Ellen en mijn schoonouders om daarmee bezig te zijn. Dus daar ging ook heel veel tijd naartoe. Stress. En woensdagmiddag zit ik thuis. Ik ben lekker aan het koken. Sanne die komt uit school met een cijferlijst. En die had een onvoldoende. Nou, een van de quotes die ik er eerst wel op had staan, is dat ook een quote is die heel veel pubers hebben. Ja, mijn hele klas heeft een onvoldoende. En Sanne die kwam letterlijk met lijstjes aanzetten van medescholieren, medeklasgenoten. Van kijk pap, ze hebben allemaal een onvoldoende. En ik wilde nog geen iets kwaad. Ik wilde niet boos worden of aan de grond inboren. Maar ik zei ze, je moet echt beter je best doen. Ja, als je nou misschien iets meer had geleerd of zo. En Sanne die had echt van, ja maar pap, ik heb mijn best gedaan. En ik heb mijn best gedaan. En zij begon haar stem wat omhoog te gooien. Mijn stem ging wat omhoog. Zij dacht, ik moet er bovenuit, dus ik gooi mijn stem ook wat hoger. En ik dacht van, snothaap, ik ben je vader. Ik gooi er nog eens even een flinke schep bovenop. Op dat moment schiet Ellen uit de keuken. Die probeert de boel te sussen en die krijgt van mij de volle laag. Ik zeg het maar. En op dat moment kijk ik naar mezelf en denk ik echt van, wat heb ik gedaan? Ik ging naar boven, ik heb mijn bord meegenomen naar boven. Ik ben boven in mijn eentje op de kamer gaan zitten. Ik voelde me weer even een puber. Maar ik zat daar en ik zat daar aan mijn bureau en ik dacht bij mezelf, ik zou het toch anders doen. En ik zie mijn vader eigenlijk weer in mezelf, die om iets onbenulligs gewoon ontzettend boos werd. En ik werd ook ontzettend boos. Eerst op Sanne, toen op Ellen en toen enorm op mijzelf. En een van de dingen die naar boven kwam was Galaten 5, de vrucht van de geest. En ik dacht bij mezelf, waar is nu mijn vrede? Waar is mijn liefde? En boven alles, waar was mijn zelfbeheersing? Want mijn stem ging echt hard.
En ik keek dus in de Bijbel en ik keek eigenlijk in de spiegel en ik zag mezelf en ik schrok. Herkent u dat wel eens? Als je eerlijk bent, dat je in de spiegel kijkt, dat je de Bijbel leest en dat je denkt van, wie ben ik nu eigenlijk geworden? Paulus zegt in Efeziërs, vaders, wees niet te hard voor je kinderen. En dat galmde door mijn hoofd. En ik dacht bij mezelf, wat heb ik gedaan? Want dit was niet te hard, dit was veel te hard. Snoeihard. En wat voor beeld als ouder laat ik dan aan mijn kinderen zien? Een beeld van God de Vader, die ook snoeihard is als je een fout maakt. Zo is God niet. We hebben het net allemaal gehoord en gezongen. God is goed. En zijn goedheid volgt ons alle dagen van ons leven. And this is how I fight my battles. En ik stond daar en ik zei van, ja, hoe fight ik my battles nu? Dit is niet de manier. Geschiedenis herhaalt zich. Want ik zag mijn ouders, ik zag mijn vader, ik zag mezelf. En ik denk, is dat misschien ook niet het Lindy-effect? Het spel tussen ouder en kind, ouder en puber, wat eeuwen heen door blijft bestaan. En God in Exodus zei het al, kinderen, eer uw vader en uw moeder. En een paar duizend jaar later zag Paulus Efeze en die zag misschien wel een gezin net zoals dat van ons. En die dacht van, ja, kinderen, eer je vader en je moeder, maar vaders en moeders, wees niet te hard voor je kinderen. En dat zette mij wel even op mijn plek. En dan dacht ik van, ja, Heer, ik kan het niet alleen. Want als ik het alleen zou moeten doen, dan krijg ik dit soort dingen. Dan raak ik de grip kwijt. En ik keek terug en ik zag mijn vader. En ik zag mijn moeder. En in plaats van dat ik dacht, ik ga het anders doen, dacht ik van, ik wil het anders doen. Maar ik kan het niet anders doen zonder God. We hebben God zo ontzettend hard nodig. Want als het aan ons mensen ligt, dan falen we. En in plaats van agressie naar mijn ouders, kreeg ik compassie. Ella zei, ja, tegenwoordig is het toch echt anders. Je kan het niet vergelijken. En dat hoor ik ook van mijn pubers. Ja, je mag niet praten over vroeger. Hè, vroeger was alles beter. Vroeger was alles anders. Ja, dat klopt. Vroeger hadden we geen mobieltjes. Ik was niet verslaafd aan een mobieltje. 24 uur per dag swipen en games spelen en dergelijke. Maar ik was wel verslaafd aan check. Want dat was bij ons checkie draaien. Achter het fietshok op school. Dat was een ding. En we gingen op een gegeven moment bierblikjes verzamelen. Nou, wat was nou een mooie plek om bierblikjes en bierflesjes te verzamelen? Dat was de parkeerplaatsen langs de snelweg. Want alle buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die dumpten daar hun bierblikjes en hun bierflesjes. Maar niet alleen dat. Daar kwamen ook boekjes tegen. Nog een verslaving waar we in deze tijd misschien op een andere manier mee te maken hebben. Dus de tijd is anders. De verslavingen zijn anders, maar er zijn nog steeds dingen die zich herhalen. Het Lindy-effect. En Paulus, die zei dat heel mooi. Wees niet te hard, want je bent zelf ook ooit jong geweest. En ik denk als Paulus in deze tijd een brief zou schrijven aan Efezus, dat misschien ook Tissie geen hotelquotes zou toevoegen aan zijn brief. Yo, kijk eens even op internet, op Instagram, kun je lachen. Maar het is wel hartstikke waar. Maar er is één ding wat ik heel erg belangrijk vind, dat mijn kinderen van mij weten, is dat ondanks mijn falen en ondanks de momenten dat ik grip verlies, dat ze wel weten dat wat zij ook doen, wat ze ook zeggen, welke keuze ze ooit zullen maken, al is het de meest stomme keuze die je als puber ooit kan maken, de meest domme keuze, dat zeg ik ook wel, hè? Van, hoe dom kun je zijn? Maar goed, weet je, ik ben ook dom geweest. Ik heb ook keuzes gemaakt dat ik nu achteraf denk van, ja, dat ik hier sta is een wonder aan zich. Nou, dat meen ik serieus. Ik had echt al onder het gras kunnen liggen. Als ik alles door was blijven doen wat ik heb gedaan in mijn jeugd. Maar ik wil oog hebben. En ik wil dat zij weten dat wat ze ook doen, dat wat voor keuzes ze ook maken, ik sta achter ze. Ik ben er voor ze. Ook met de meest domme dingen. Ik zal er altijd zijn. Maar ik wil hem breder trekken. Want wij als oudere generatie, misschien heb je op dit moment geen ouders meer die je kan eren. Misschien zijn ze al overleden. En misschien kom je uit een situatie waar je ouders, net zoals ik, of misschien nog erger, een verkeerd voorbeeld hebben gegeven. Maar wij als kerk,
We zijn een gezin. Een gezin met vaders, moeders, kinderen, jonge kinderen, pubers. En Paulus vraagt ons op, ik denk niet alleen als biologische vaders en moeders, maar ook als geestelijke vaders en moeders. Als leiders, teamleiders, misschien op je werk, heb je een baas of een manager. Want Efeze gaat ook in het hoofdstuk erna, of de verse daarna, gaat over slaven, wees uw meester onderdanig aan uw baas. We hebben allemaal wel iemand boven ons staan met gezag. Maar we hebben ook allemaal iemand of meerdere onder ons staan, die naar ons opkijken, om te leren hoe het moet. Je mag die laatste slide even voorhalen. Want er is een oud Grieks gezegde. In een goede samenleving planten oude mannen bomen, in wie schaduw ze nooit zelf zullen zitten. En dit is echt wijsheid. Want de dingen die wij nu doen voor de generaties na ons, daar zullen wij zelf zeer waarschijnlijk niet de vruchten van plukken. Maar hoe belangrijk is het dat wij als huisgezin van God oog hebben voor onze kinderen. Oog hebben voor onze pubers. Ja Thijs, je mag naar voren. Maar tegelijkertijd, als ik om me heen kijk, zie ik ook bomen van de generaties voor mij. Mensen die voor ons zijn gegaan, oudsten, leiders, misschien recent, misschien al heel lang geleden. En die hebben ook bomen geplant. Het feit dat we hier met elkaar zitten en dat we zo'n fijne gemeente zijn, heeft ook te maken met de bomen die zijn geplant in het verleden. En onder dat soort bomen wil ik zitten. Ik wil ze niet alleen planten, ik wil er ook onder zitten. En laten we met elkaar om ons heen kijken. Van waar zijn er nog open plekken waar een boom geplant kan worden? Een hele tijd geleden hadden we bitbuddies. En als het goed is, loopt dat nog steeds. Maar misschien heb je toen wel gedacht van, nou, dat is een beetje te veel voor mij. Maar misschien is op dit moment wel een moment dat je denkt van, ja, ik wil iets doen voor de generatie na mij. Ik wil een boom planten die ik zelf misschien nog niet direct zal zien, maar wat wel een impact zal hebben op de jeugd na ons. Misschien twijfel je of het kinderwerk wel iets voor je is. Misschien is dit het moment. Plant een boom. Wees een voorbeeld voor de mensen om je heen. En vaders en moeders, wees niet te hard. We maken fouten. Ik maak ook fouten. Mijn kinderen maken ook fouten. Maar laten we elkaar opbouwen. Laten we elkaar stimuleren. Zullen we als gemeente om onze jeugd gaan staan? En onze jeugd kan zijn van de jongste. Maar als je al wat ouder bent, ik hoop dat ik dan ook nog bij de jeugd val. Want ik heb ook nog steeds voorbeelden nodig van mensen boven mij. Die mij ook bijsturen als het misgaat. En de reden dat ik dit deel, ik heb er eigenlijk niet aan getwijfeld of ik wel zou delen wat er deze week is gebeurd. Want aan de ene kant schaam ik me er wel voor. Want ik sta bij best wel mensen bekend als iemand met engelengeduld. Ik heb klanten. Niemand binnen ons bedrijf wil, als die klant belt, John, neem jij de telefoon op, want jij kan ze handelen. Ik kreeg er kromme tenen van. Ja, en van de week had ik geen greintje geduld meer over. Maar ik deel dit, want ik denk dat we met z'n allen dat soort momenten wel kennen. Of herkennen. Dat we dingen doen waar we achteraf eigenlijk het liefst verborgen willen houden. Maar ik wil het in het licht brengen. Want dat is een boom met een rotte vrucht en die wil ik kappen. Die wil ik met wortel en al wil ik eruit trekken. En ik wil ruimte maken voor goede bomen. En ons gezin is wel weer hersteld. We zijn weer in liefde en vrede bij elkaar. En Big Smile en Levi, die heeft ons geholpen. Je mag even dat laatste bord laten zien. We hebben een bord hangen in de keuken. En die was wel heel erg raak deze week. Voor degene achterin, ik zal het voorlezen. In dit huis hebben we plezier. Maken we fouten. Zeggen we sorry en beginnen we opnieuw. En dan in hele kleine letters worden we boos. Doen we liever niet, maar soms gebeurt dat. Maar we vergeven. We geven elkaar knuffels en we horen bij elkaar. We hebben elkaar lief. En gemeente, ik wil u ook oproepen om dat niet alleen in je huisgezin te doen, maar ook in dit huisgezin. En misschien zijn er keuzes die een leider maakt, een teamleider
of gemeenteleiding of iemand op je werk waarvan je denkt, ik sta er echt niet achter. Een domme keus. Hè, dat zegt mijn pubers ook, pap, hoe kan je dat nou doen? Maar laten we ze wel eren. We hoeven niet altijd eens te zijn, maar laten we ze wel eren. En laten we bomen planten, in plaats van dat we bomen gaan kappen. Amen. Dankjewel. Amen.